Vooraleer we aan deze video beginnen, heb ik een question voor jullie. Volgende week in de carnavalsvakantie ga ik op skireis. Ik ga een week snowboarden en dat gaat gewoon fucking epic zijn. Jammer daaraan is dat ik een weekje weg ben, maar er komen wel video's. Ik heb een heel plan, er komen video's online in de carnavalsvakantie. Twee negatieve dingen zijn, ik kan niet naar de Belgian YouTube Gathering. En ik kan niet echt, ja eigenlijk wel. Het enige nadeel is dat ik niet naar de Belgian YouTube Gathering kan. Maar ik beloof jullie dat er nog veel dingen komen waar jullie gaan praten mee. Ja! Want dus ik heb een idee, iets om een soort van afscheid van jullie te nemen. Volgende week vrijdag, dus vrijdag de 13e, is het officiële begin van een carnavalsvakantie. Wat zouden jullie er nu van denken als ik zou livestreamen om een soort van afscheid te nemen van jullie? Dus laat weten in de comments, ik heb daar een commentje gezet. Like die comment als jij wil dat ik ga livestreamen. Comment daaronder en jij komt kijken. Ik zou dan vrijdag de 13e rond 8 uur beginnen livestreamen door echt te chillen streamen. Ik heb een geweldig idee. En ik ga nu beginnen aan de video. De video gaat over geluk en van die shit, dus let's go. Boodschap! YouTube, hier zijn we dan met een nieuwe Advanced Warfare. Om te beginnen aan deze video ga ik eigenlijk eerst een soort van kleine anekdote aan jullie vertellen. Even mijn keel nat maken om de anekdote te vertellen. Oké, dus gisteren stond ik in de krantenwinkel omdat ik een krant moest kopen. En voor mij stond er een meneer met een lottoticketje. En die meneer geeft dat ticketje, je weet wel hoe het gaat. En die meneer scant dat in en kijkt naar die nummers. En ineens begint dat schermpje daar te flikkeren. En die meneer had gewoon 2.000 euro gewonnen. En op dat schermpje kwam, begon heel de zaal, heel dat winkeltje te klappen. Want er was fucking veel volk in de ochtend. En die meneer is beginnen wenen. Maar ja, 2000 euro, dat is meer dan het gemiddelde maandloon van mijn moeder. Die meneer heeft dan gewoon direct naar zijn vrouw gebeld en gezegd van... Ja, Michel, we gaan op reis. En ik stond daar ook gewoon in die winkel te klappen voor die meneer en hem te feliciteren. En ja, gewoon te kijken hoe gelukkig dat hij was. Want toen ik dat zag komen op dat scherm, toen ik daarop zag komen 2.000 euro. Ja, dan dacht ik gewoon van... holy shit! 2.000.000.000! Hoeveel geluk moet je wel niet hebben om dat te winnen? Want er zijn... Ik ken genoeg mensen die fucking veel meedoen met de lotto, maar nooit iets winnen. Of mensen die al hun geld weggokken op spelletjes of in de casino. Maar nooit in hun leven iets winnen. Echt nooit gewoon fucking veel geld opdoen, maar nooit iets winnen. Dus heel die zaal dacht waarschijnlijk hetzelfde als mij. Holy shit. Stel je voor dat ik die 2000 euro had gewonnen. Stel je nu eens voor. Jij wint 2000 euro met zo'n kansspel. Wat zou je ermee doen? Zou je het sparen? Of zou je echt iets kopen? Of zou je investeren in iets? Of zou je sparen voor iets groots? Zou je een dikke computer kopen? Ik zou denk ik 1000 euro sparen en gewoon op mijn bank zetten en daar proberen af te blijven. En dan gewoon die andere 1000 euro gebruiken om mijn computer nog een beetje up te graden. Of misschien om een hele nieuwe kamer te kopen. Die deze guy daar leggen. En je weet zo niet wat er... Het is gewoon puur geluk, die dingen. En als je een beetje geluk hebt en als het echt goed mee zit... En je zou de Euromillions winnen. Holy shit. Ja, dan ben je waarschijnlijk gewoon de man met het meeste geluk ooit. Er zijn zoveel mensen die elke dag met de lotto spelen. En je moet je gewoon eens voorstellen dat jij één van die mensen bent die ook meespeelt. Maar dat jij meespeelt, maar de enige bent... Van die miljoenen mensen die effectief wint. Ik weet zelf niet hoe het voelt, want zelf heb ik nog nooit echt iets gewonnen. Shit. Ik heb eigenlijk echt nog nooit iets gewonnen. Je kan natuurlijk ook geluk hebben in het dagelijkse leven. En dat heb ik wel al vaak gehad. Toen ik 3 jaar geleden was gaan snowboarden, ben ik eens achter mijn snowboard gesprongen in het ravijn. En ik heb mijn snowboard dan genomen, die daar ergens lag, helemaal beneden. En dan lag ik daar beneden in het ravijn met mijn snowboard. Mijn mama wist niet waar ik was, want mijn telefoon had geen bereik daar. En ik was fucking bang. Ik was nog nooit zo bang geweest dat... Ik zag gewoon... De dood passeren. Ik dacht echt dat ik ging doodgaan. En ik heb daar een uur gelegen. Dan heb ik een half uur geweend. Echt gewoon... Ik dacht dat ik fucking hard ging doodvriezen of opgegeten worden door een beer of zo. En opeens kwamen er skiers voorbij. En die hoorden mij roepen. Fucking luid. En die zijn gewoon naar beneden gekomen. En die hebben mij geholpen. Stel je eens voor dat die mensen daar niet waren geweest. Dan zat ik hier nu niet. Dan was ik nu geen video voor jullie aan het opnemen. Holy shit. Damn. Ja, dat was echt wel een punt waar ik dacht van holy shit. Dat was het domste wat ik ooit had gedaan, erachter gesprongen. Spring nooit achter je snowboard of achter je skis in een ravijn. Nooit. Maar ik zou jullie willen bedanken om te kijken naar deze video. Vonden jullie het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Sla erop. Begin er met dingen naar te gooien. Neem je fucking PS3 controller en gooi hem gewoon op die like. Ja.
nou zeg? Die is kapot. Is echt gewoon helemaal opengebarsten. What the fuck? Zorg wel dat je controller nog intact blijft als je hem naar de like hebt gegooid. En zo niet, gooi je hem dan nog een keer op de like met een tweede account. Godverdomme man. Ik ben Ace en ik zeg, wil jij de vorige video zien, klik dan hier. En wil jij een random video zien, ja, klik dan ook hier. Smash die like, laat een comment achter als jij wilt dat ik livestream op vrijdag de 13e. En kom gewoon kijken, maak alles vrij, kom maar al je vrienden bij je, Ace stream. Dus ik ben Ace en ik zeg, tot morgen, ja. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer mensen, Bedankt voor alles. Graag gedaan. Heel bedankt.